Het volgende onderdeel is de Hoevenkrachtrace. En daarvoor staat Jan de Rooij gereed op het strand van Scheveningen. Zijn tegenstander Hein Vergeer. Hein doet regelmatig aan enduro, dat weten weinig mensen. En hij kan dus heel goed met de hand gas geven. En dat moet bij deze hovercrafts. Willem Duin rent, gooit de stok in de polyester hovercraft bij Jan de Rooij. En die gaat op weg. Hein Vergeer inmiddels de leiding genomen. Gaat hij dat volhouden tegen een ervaren racerot als Jan de Rooij? Vergeer gaat goed, maar mist de boei. Gaat bijna tegen het havenhoofd aan, terwijl Jan de Rooij natuurlijk nu een voorsprong neemt. Maar die gaat op de stroobalen. Boet van Dulmen vindt het prachtig. En Jan de Rooij, in zijn zondagse kloffie, probeert zijn hovercraft weer op het strand in de goede richting te krijgen. Inmiddels Hein Vergeer gaat er voorbij. Pakt de leiding en u ziet zo'n hovercraft die zweeft over het zand en over het water. De 500cc motoren zorgen zowel voor het luchtkussen onder dit voertuig als voor de voortstuwing. En Jan de Rooij, die gebruikt die voortstuwing het beste, want hij heeft de leiding genomen. Torpedeert daar de laatste boei. Hein Vergeer probeert buitenom te komen, maar Jan de Rooij natuurlijk met zijn raceervaring houdt de binnenbocht en wordt als eerste afgevlagd door wedstrijdleider Harry Splinter. Hij gaat door naar de finale, tot grote vreugde van zijn automaat. Ah, de gek, ja, de maf in zijn zondagse pak. In zijn zondagse pak, Terwijl Willem Duin uit zijn bol gaat, staat de volgende twee kandidaten voor Heat 2 gereed. Rechts is het John van den Berg en links Boet van Dulmen met de groene helm. Twee motormannen. En met het gas geven met de hand zullen zij dus geen problemen hebben. Benny Joling en Tatjana, zij nemen de sprint. Benny Joling met zijn lange witte benen is natuurlijk het snelst. En John van den Berg gaat als eerste van start. Meteen het gas erop, want dat kunnen deze twee. Let u maar op. Hoovercraft racen is trouwens een volwaardige vorm van sport. Er is zelfs een wereldkampioenschap dat dit jaar gevaren zal worden in Amerika. John van den Berg drift als eerste het strand op. Om de stroobalen waar Jan de Rooij natuurlijk net vol tegenaan kroste. En Boet van Dulmen op de tweede plaats. John van den Berg gaat weer de zee op. Nog ongeveer 500 meter te gaan en hij lijkt een goede voorsprong te hebben, maar dweilt helemaal naar buiten. En daar komt natuurlijk Boet van Dulmen meteen binnendoor. Boet van Dulmen staat erom bekend dat een beetje een ruwe klant is. Zij aan zee, daar op de laatste bocht af. Ho, Boet! Ja, daar beet iemand met recht in het stof. John van den Berg. Op de finishlijn werd hij getorpedeerd. Boet van Dulmen steekt zijn hand op. De wedstrijdleider loopt weg en we vragen John wat er gebeurd is. Ja, ik kwam van binnenaf, maar ik kwam er overheen. Ik denk, we kunnen wel tegen elkaar, maar hij komt er overheen gevlogen. Dus ik moet eruit. John sprong dus voor zijn leven. En wat vindt de boosdoener ervan? Zijn er nou vertrukken? Ach, dat in de weg is een beetje normaal, hè. En dat komt pas op de laatste ronde op aan natuurlijk. Tikt hij hem er recht af? Ja, maar we hebben het niet precies onder controle. En we raken elkaar, maar ja, er is niks gebeurd, John legt ook. Dus mooi, hè? Cool. Lijkt alsof ik in een jungle gezeten heb. Dat was natuurlijk niet zo, maar Boet van Dulmen was als eerste over de streep en gaat door naar de finale. John van den Berg had de derde snelste tijd, wordt derde. Hein Vergeer had de vierde snelste tijd, wordt dus vierde. En zij gaan strijden om 1 en 2 punten, namelijk Boet van Dulmen hier op de voorgrond en Jan de Rooij in de andere machine. Tatjana en Willem Duin op weg naar de hovercrafts. De stokjes erin en ze gaan tegelijk weg. De motorcoureur tegen de Parijs-Dakar-man. De motorcoureur met 705 en Jan de Rooij met 704 en wordt daar binnengevaren, eigenlijk door Boet van Dulmen. Kopt als het ware die machine van Boet van Dulmen weg, maar is meteen helemaal de koers kwijt. Jan de Rooij gaat daar voor de rode boei, is die aan het keren, dat zag u daar. Komt natuurlijk met een enorme voorsprong om de stroobalen heen, maar heeft een stuk afgesneden. Realiseert zich dat natuurlijk en Boet komt langs zij. Boet van Dulmen lacht natuurlijk in zijn vuistje. Heeft eerst John van den Berg eruit gekegeld en nu net Jan de Rooij in zijn nek gevaren. Maar doet natuurlijk toch wel slim, kijk maar, want hij pakt nu toch de leiding ook. Boet van Dulmen gaat daar toch te ver naar buiten. Jan de Rooij doet zijn uiterste best, maar zal ongetwijfeld gedisqualificeerd gaan worden. En dat betekent straks dat Boet van Dulmen 1 punt erbij krijgt en Jan de Rooij 2 punten erbij. Ze worden afgevlagd. Jan de Rooij denkt dat hij gewonnen heeft. En dat denkt Willem Duin natuurlijk ook. De gek, hoi! Een boei geweest, Jan, in het begin. Ik had het in de gaten. Ja. Hij gaat helemaal zo, dan kan je niks meer doen. Dan kan je er gaan hangen en maar weet je wat, ik weet het. Jan de Rooij werd dus gedisqualificeerd. Maar het kwam door deze manoeuvre, waarbij Jan de Rooij wel het onderdeel hoevercraft koppen won. Boet van Dulmen
ging als eerste over de finish en krijgt 1 punt. Jan de Rooij 2 punten, John van den Berg op tijd 3 punten en John Bos Hein Vergeer kregen 4 punten. En dat geeft een bijzonder leuke tussenstand na 2 onderdelen. Want alle 4 teams hebben 5 punten en staan dus precies gelijk. Het derde onderdeel van het programma Automaten is de trial. Als eerste staan klaar het team van Jan de Rooij en Willem Duin. De Rooij was niet echt blij dat hij als eerste moest starten, want daarmee dacht hij dat hij een pad zou maken voor de rest van de deelnemers. De trial is een sport die puur gaat op behendigheid. Hier zien we dat al meteen. Jan de Rooij, heel voorzichtig. Die blauwe paaltjes, die mogen ze wel raken, maar die mogen ze niet omgooien. Als ze een paaltje omgooien, kosten dat 5 strafpunten. Links in beeld. Bij het achterwiel, daar gaat het eerste paaltje van Jan de Rooij. En rechts raakt hij er ook een. Dat zijn er dus al 2. Willem Duin zit natuurlijk aanwijzingen te geven. Dit onderdeel bestaat uit 3 secties. En Jan de Rooij is bijna aan het einde van de eerste sectie. Moet hij een hele scherpe bocht maken daar. Bij de bumper is ook alweer een paaltje om. En dat zijn er dus nu in totaal 3 voor Jan de Rooij en Willem Duin. Jan die toch gewend zou moeten zijn om in het zand te rijden. Ging er nog eentje om en dat zijn er dus in totaal 4. Het volgende team staat al klaar. Ik heb wel eens in een jeep gereden, wel, maar ik heb eigenlijk nooit zo getraald of zo. Maar het lijkt me wel leuk. Lijkt het je moeilijk? Ja, dat wel. Want om die paaltjes allemaal heen te komen, hè, valt niet mee. De tweede sectie dan voor Jan de Rooij en Willem Duin. Willem heeft inmiddels plaatsgenomen achter het stuur en komt hier soepeltjes de heuvel op. Alleen, er gaat wel een paaltje om. En rechts nog één, dus er komen er alweer 2 bij voor de heren. De Rooij nu als navigator, dat is hij natuurlijk niet gewend, want normaal gesproken heeft hij het stuur in handen. Hij is inmiddels 46 jaar oud, Jan. En zit hier Willem aan te moedigen, die het gas wel kan vinden. Met de versnelling heeft hij wat meer problemen, maar daar komt hij dan toch weg. Het totaal van Jan de Rooij en Willem Duin na 2 proeven, 6 palen omgegooid. Dan John van den Berg en Benny Jolink. In de Hoovercraft race net werden ze nog 3e. Nu moeten ze het dan gaan proberen op het trailparcours. Benny secuur kijkend. En John ook met een venijnige blik in de ogen. Maar voorlopig gaat het allemaal erg goed bij deze twee. Van den Berg, nu scherp naar links sturend. Daar horen we een paal vallen. Dat betekent dat er alleen om is. En hij zit meteen vast. John van den Berg en Benny Jolink zitten vast. En voor hoe lang? Dat gaat goed. Maar er gaat wel weer onder in beeld nog een paaltje om. 2 in totaal dus nu voor Jolink en Van den Berg. Bij het wegrijden gaat er nog eentje ondersteboven links. En dat betekent dat ze op 3 staan. Het lijkt allemaal zo makkelijk de trial, maar het valt voorwaar niet mee. Als je dan eenmaal op dat zand bent en het begint te hobbelen, voor je het weet ben je de weg kwijt. En dan staat hij voor de 2e keer vast. Dikke zandstralen onder de wielen. Maar hij raakt niet echt vast en dat is natuurlijk wel een mazzeltje. Daar gaat het volgende paaltje, dat zijn er dus inmiddels 4. En voor bij de bumper de 5e. Nu achteruit rijden, goed oppassen. Oh, is er weer een verdwenen. Het zijn er dus 6 in totaal voor John van den Berg en Benny Jolink aan het einde van de eerste sectie. Jan de Rooij had er hier 4, dus die staat er eigenlijk nog niet zo heel slecht voor. De 2e sectie werd een waar debakel. Benny gooide er maar liefst 8 om en dan staan we dan nu aan het begin van de 3e sectie met 14 palen om voor het team van Jolink en de Berg. John aan het stuur. En al meteen een probleem. Helemaal rechts in beeld ligt er 1. Dat zijn er dus 15 in totaal. En John kijkt niet echt gelukkig. Nu scherp naar links. En kijk eens hoe smal het is. En daar gaat het volgende paaltje. Dat zijn er dus 16. Hij kijkt naast zich. Ja, het is heel erg smal. Er werd de deelnemers ook geadviseerd om de spiegels dicht te klappen, zodat niet de spiegels de paaltjes omgooiden. John van den Berg op weg naar de finish. Nog 1 keer naar beneden, dan nog een keer omhoog. En het is niet te hopen dat er nog meer paaltjes omgaan, want dan is de laatste plaats waarschijnlijk echt een feit. Jan de Rooij had er na 3 proeven 10 palen omgegooid. John van den Berg en Benny Jolink blijven staan op 16 palen. Wat was met de aanwijzingen, Benny? Als jij links zei, ging je dan ook links of was het er wel eens verkeerd om? Ja, omdat de gaten zitten dat hij niet rechtop staat. Hè? Dat is verneukeratief, als ik dat mag zeggen. Is dit leuk? Het is hartstikke leuk. Het is zand, dus dat vinden we allebei prachtig.